Ik ben Oerts Bielsma, ik ben verantwoordelijk voor de organisatie van het Wetterskip Friesland, directeur-secretaris ziet dat. En het Wetterskip is in Friesland zorgt ervoor dat er droge voeten haast, dat er zeg maar skienwetter is, maar de zuiveringen die we doen. En we zorgen voor voldwaande wetter, tenminste, arme simmer wie dreeg maar de droogte, maar we hebben er dus jonkende best voor. En een bestuur hebben we te betjenen, want binnen een politieke, zeg maar, openbaar bestuurorganisatie, dus wij hebben verkiezingen in kwarten. Van mensen is het goed om te weten. En binnen de partijen in het burger, dus we moeten de politiek bedienen. En we moeten gewoon zwaar hier dat het werk hier dingen wordt. Want het is wel grappig, dus juist hier de pompen stingen. Dat gaat natuurlijk voor als het dreig is en het wetter eruit maakt. Bij het Wetterskip hebben wij ook het klimaat als het overkoepelend thema gemaakt. En dat betekent dat wij zowel iets willen doen aan het tegengaan van die klimaatverandering, wat we in de Nederland mitigatie noemen, als het omgaan met de klimaatverandering. Dus wat doen we om de gevolgen daarvan op te vangen? Kijk, in Nederland moet je aan je moeder of aan je oma vragen van hoe waren de winters vroeger en hoe waren de zomers vroeger. Maar in het Noordpoolgebied gaat diezelfde verandering niet in een generatie, maar in 10 jaar. En dan kom je uit in de orde van grootte van 2 meter zeespiegelstijging in de komende eeuw. En dat is een hele forse opgave voor de bescherming van Nederland. Onze Friese boezem, dus onze meren en kanalen in Friesland, waar al onze polders op afwateren, dat water moeten wij kwijt. Dat kunnen wij 80% van het jaar kunnen wij dat lozen op het wat. Dat doen we dan bij eb. Zo gauw het weer eb is en we hebben te veel water in Friesland, dan kunnen we bij wijze van spreken een kraan loszetten. En dan laten we ons te veel aan water laten we op het wat afstromen. Als wij zeespiegelstijging hebben, ja, dan wordt die periode dat wij dat kunnen, water kwijt kunnen raken, die wordt alleen maar kleiner. En dat is toch wel een probleem naar de toekomst toe, ja, waar we wel een oplossing voor moeten vinden. Ja, ik ben Jan Wolters. Ik ben Asset coördinator bij de primaire keringen bij Wetterskip Friesland. Hier leidt steenslagen, daar leidt breukstien. We hebben depots met klaai, zon. We hebben een heerp doek achter de hoorn en met al die materiaal, als er eventueel wat onder de kering gebeurt, kunnen we zodra het weer een beetje leger wetter wordt, weer ingrijpen. Dus die stijgende zeespiegel, daar maken we echt in Nederland ons wel zorgen over. Want er zijn toch technische maatregelen die we nodig hebben om die zee buiten te houden. In dat lage deltagebied in Nederland is dat toch een factor van betekenis. Waar je helaas niemand over hoort. Hè? Dus wij doen ons werk zo goed dat niemand in Nederland zich nog bewust is van die risico's van het bewonen en van het wonen in zo'n laag deltagebied.